In dit filmpje ga ik jullie tonen hoe je van iets wat je op scherm ziet, een deel ervan, een afbeelding kunt maken. Stel voor, ik heb hier een webpagina en ik wil eigenlijk die foto die ik hier zie, ik zou die kunnen opslaan als, maar dat lukt niet altijd. Soms zijn dingen beveiligd of stel dat je een heel artikel wil opslaan, dat gaat dat niet altijd. Dus ik wil een deel van deze pagina als afbeelding opslaan. Het eerste wat ik doe is een print screen maken van deze pagina. Dat is een beetje afhankelijk van welke PC je hebt, welke combinatie je moet maken. Ja, maar er is meestal een knop print screen en meestal moet je die in combinatie met control doen. Bij mij is control functie print screen. Dat kan dus bij iedereen een beetje anders zijn. Ik maak een print screen. Ik ga naar Paint. Paint is een gratis programma dat je krijgt bij Windows. En waar je dus heel makkelijk een stuk kunt bijsnijden. Ik doe plakken of Ctrl V. En ik werk met twee schermen. Hij heeft mijn twee schermen overgenomen. En dus als je met twee schermen werkt, dan ga je alles te zien krijgen. Oké, ik ga naar het stuk dat ik wil gaan bijsnijden. Ik klik op selecteren. Stel bijvoorbeeld, ik wil deze foto met de tekst eronder, de 10 allermooiste bibliotheken ter wereld. Ik ga dit gaan selecteren. En dan klik ik op bijsnijden. Het enige wat ik nu nog moet doen, is mijn foto opslaan als foto. Dat doe ik via dit logotje bovenaan. Opslaan als. Ik kies welk type, een JPEG of een PNG afbeelding. Bibliotheken. En ziezo, ik heb een schermafbeelding gemaakt.